André Hazes heeft zijn comeback gemaakt in de muziekindustrie. Hoewel de comeback van André succesvoller blijkt te zijn dan die van Gordon, is dit natuurlijk nog altijd niet een echte comeback te noemen. Zijn nieuwe liedjes lijken maar niet aan te slaan en zelfs met samenwerkingen met andere grote artiesten lijkt een hit vergezocht. Boekingen lijken wel gewoon binnen te komen, hij blijft natuurlijk een Hazes en van die achternaam kan je goed gebruik maken. Maar hit scoren zoals zijn vader deed, lijkt er vooralsnog niet in te zitten. Zijn nieuwe nummer met Mart Hoogkamer, zij is van mij, lijkt ook al niet aan te slaan, erg pijnlijk natuurlijk. André heeft eerder met Shownews gesproken en heeft hem beloofd dat hij een tatoeage zou laten zetten wanneer hij de top 40 heeft bereikt met een liedje. Gisteravond besloot Tooske hem live in de uitzending te bellen om hem verrassend nieuws te brengen. Dat werd echter een behoorlijk pijnlijk verhaal. Tooske krijgt André aan de lijn, heb jij de hitlijsten vandaag bekeken, André? André hoopvol, van de top 40? Ik sta er niet in, toch? Tooske denkt met goed nieuws te komen, lieve André, je bent vandaag binnengekomen op plek 39. Van de top 50. In de top 50 sta je op 39, dus dat is in de top 40 van de top 50. Ja, juist. André staat op plekje 39 in de top 50 van Radio 538. In de top 40, die hij dus wilde bereiken, is hij nergens te bekennen. Maar schijnbaar is dit goed genoeg. André begrijpt het niet, maar luister. Wacht even, jongens. Nee, ik keek gisteren op de top 40 site en toen stond ik er niet in. Tooske, nee, maar je staat in de top 50 op nummer 39. André, ja, maar welke lijst? Niet schubekuteveen FM toch? Tooske, nee, nee. De Nederlandse top 50 en als ik het goed heb begrepen, vond jij dat goed genoeg. Het is een serieuze lijst. Dat daarmee die afspraak die jij hebt gemaakt met Mart en met ons doorgaat, van alles onder de 40 betekent een tattoo. André heeft het beloofd, dat is waar. André neemt tegenwoordig dus genoegen met de top 40 in een andere lijst dan de top 40. Pijnlijk.